Drie kwart eeuw geleden won de Maas voor Rotterdam en zijn bevolking nog belangrijk aan betekenis. Toen werd namelijk het gemeentelijke drinkwaterleidingbedrijf in gebruik genomen dat het Maaswater zuiverde en over de stad distribueerde. Het rivierwater wordt op het gunstigste moment van de eb in grote bassins binnengelaten, waarin een deel van de klei en het slip bezinkt. 12 uur later wordt het via grote buizen van dit model naar de voerfilters gepompt en vandaar naar de filterbassins, waarin zich een dikke laag rivierzand bevindt. Het water zakt door het zand heen, maar de laatste ongerechtigheden kunnen niet passeren. Zij blijven in de zandlaag achter en daar ontwikkelt zich een wereld van levende micro-organismen die de steeds nieuw aangevoerde schadelijke bacteriën vernietigen. Het water van de bassins staat onder voortdurende scheikundige controle. Rotterdam verbruikt 140 miljoen liter per dag. Dat is 156 liter per inwoner. De aanwezige filters konden deze hoeveelheid nauwelijks produceren. Vandaar dat er 6 nieuwe zijn bijgebouwd, welke deze dagen in gebruik werden genomen. In de zandlaag van deze bassins zal geleidelijk aan ook een maatschappij van micro-organismen ontstaan die voor de biologische reiniging van het Maaswater zullen zorgen. Het zuiveringsproces duurt 1 à 2 dagen. Van het water dat bijvoorbeeld op vrijdag de Maasstad binnenkomt, wordt dus uiterlijk zondagsavonds theegedronken. In de 75 jaar van zijn bestaan heeft het bedrijf een hoeveelheid geproduceerd die heel Rotterdam meer dan 20 meter onder water zou kunnen zetten. Als de storm over de